De 96-jarige meneer Van Vliet kreeg 18 augustus het mobilisatie-oorlogskruis uitgereikt. Meneer Van Vliet was tussen augustus 1939 en mei 1940 gemobiliseerd, onder andere bij het 1e regiment luchtdoelartillerie in de Betuwe. Later in de oorlog dook hij onder om aan de arbeidseinsatz te ontkomen. Twee broers van meneer Van Vliet hebben de oorlog niet overleefd. Burgemeester Van der Knaap reikte hem de onderscheiding uit. Er zit een heel verhaal achter, begrijp ik. Het is een kruis met zwaarden. Je hebt niet bij de infanterie gezeten, hè? Maar het is wel een helm van de infanterie en de zwaarden ook. Het heeft allemaal een betekenis, maar ik neem aan dat dat hierin staat. Wat de betekenis van het... Ja, dat zou er wel in staan. Maar het komt u toe. Maar je hebt er wel verrekt lang op moeten wachten. Ja. Ik heb je de duim besteed. Zou ik hem wel niet krijgen? Zal ik hem wel of niet krijgen? Nou, het is voor mij een hele eer en ik ga hem opspelden. Probeer dat als een oud militair even recht op te spelden. Nee, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. En, want ja, het is wel leuk dat ook de van de media veel belangstelling is. Hè? Want, kijk. Nou, meneer Van Vliet. Soms duurt het wat langer, maar die heb je gekregen bij je rechtsgebied, het mobilisatiekruis. Een applausje voor u. Van harte gefeliciteerd. Ja? Oké. Hadden we nooit kunnen indenken dat we dat nog een keer... Want je had hem in 49 al moeten krijgen. Het mobilisatie-oorlogskruis werd in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina en moest worden aangevraagd. Dat heeft meneer Van Vliet nooit gedaan. Ruim 65 jaar later hoorde zijn oudste zoon van de onderscheiding. Mijn schoonvader is veteraan en die krijgt een tijdschrift elke maand. En dat lees ik ook graag omdat ik zelf bij de marine gezeten heb. En daar kwam ik een decoratie tegen van een uitreiking van deze medaille door de minister aan een oude baas in een rolstoel. En toen ik dat verhaal las dacht ik, hé, dat verhaal slaat ook op mijn vader. Dus toen ben ik hem... bij een volgend bezoek gaan vragen van, heb jij ook zo'n medaille gekregen? Hij wist niet waar ik het over had. Dus toen ben ik erin gedoken. En toen werd het verhaal wat hij ons altijd verteld heeft bevestigd uiteraard. En werd de medaille toegekend. Hoe reageerde uw vader toen u erover begon? Nou, ik heb hem eerst gevraagd, ik heb hem uitgelegd en gevraagd van, vind je dat leuk als ik daar werk van maak? Dat vond hij leuk. De familie vindt het vooral terecht dat na zoveel jaar het mobilisatie-oorlogskruis is toegekend. De decoratie vond plaats op de verjaardag van meneer Van Vliet. Het is vaker gebeurd dat de onderscheiding vele jaren later nog wordt toegekend aan oud-militairen.